Met vandaag de gast Liane den Haan, Tweede Kamerlid en oprichter van de nieuwe oudere partij Goud Nederland. We hadden het al over de media. Kom even voorbij, want dat vertrek van jou bij 50PLUS, als we daarnaar kijken, maakte veel los in Den Haag. Dan laten we het over beeldvorming hebben. Hiervoor werkte je bij de ANBO, de Oudere Bond. Ik zat wat research te doen voor het gesprek van vandaag. Daar kwamen koppen tegen als Liane den Haan, de Poetin van ANBO. Ja. Later werd je weggezet bij 50PLUS als een ruziezoeker. Zijn dat beelden die eigenlijk ooit nog van je verdwijnen? Ik weet het niet. Ik hoop het. Kijk, ik ben altijd in organisaties gekomen waar het niet zo goed ging. Mm-hmm. En dan moet je een heleboel hervormen, soms reorganiseren. En dan moet je ook altijd impopulaire maatregelen nemen. Puinruimen. Moet je puinruimen. En ik heb dat altijd wel geprobeerd om dat met zorg te doen voor mijn mensen. Om daar op een goede manier mee om te gaan. Gelukkig vonden de meeste mensen dat ook. Maar ja, een aantal vindt dat natuurlijk niet. Het grappige is wel een beetje, ik heb dat ooit een keer geëvalueerd met de directeur toentertijd van het Rode Kruis, die dezelfde reorganisatie had gedaan als dat wij bij ANBO hadden gedaan bij het Rode Kruis. En hij was in de media een daadkrachtig leider en ik was een mevrouw Poetin. Ja, en toen zei ik tegen hem, goh, hoe kan dat nou? Toen zei hij, ja, je bent een vrouw. En dat helpt niet. Zijn, ja. En, nou ja, ik zie dat nu in de politiek ook, dat de vrouwen het toch wel wat ingewikkelder hebben en vaak op hun vrouw zijn worden aangesproken of uitgescholden. Dan ben je een heks. Johan Derksen zei het ook nog bij Vandaag Insight. Ze zegt verstandige dingen, maar ze heeft de uitstraling van een heks. Of je bent een bitch of een ruziezoekster. Of, ja, en als man ben je een daadkrachtig leider. Of dan zet je door. Of dan hou je je rug recht. Het is echt ingewikkeld. En ik heb daar met mijn vrouwelijke collega's natuurlijk wel vaker over. Dat wij, ja, in het begin wil je daar niet aan. Dan denk je, dit kan toch niet. We leven in Nederland. Maar het is wel echt zo, helaas. Ja. En daar kun je persoonlijk niks aan veranderen. Nee. Het enige wat ik kan doen is elke ochtend proberen. Dat zei Martin van Rijn ooit tegen mij, die toen staatssecretaris was en het ook lastig had. En ik het toen in die periode ook een lastige periode had bij ANBO in de reorganisatie. En hij zei tegen mij, het enige wat je kan doen is elke ochtend gewoon in de spiegel kijken. En als je tegen jezelf kunt zeggen, oké, ik doe wat ik moet doen en ik doe dat goed. En ik doe dat omdat ik erin geloof. En ik weet van mezelf dat ik goed ben voor mijn mensen. Oké, laat het van je afglijden. En wij hebben altijd over Teflon op je schouders. Ja. Laat het van je afglijden. Maar het is niet altijd even makkelijk. Nee, en misschien ook wel makkelijker voor Martin van Rijn dan voor jou. Want jij moet tegelijkertijd kijken, vertrek ik niet op een bezemsteel naar mijn werk. Grappend gesteld. Ja. Hè, omdat je een heks genoemd wordt. Ja. En het feit dat je een heks wordt genoemd, of dat je een Poetin wordt genoemd, dat soort stempels, dat soort labels zorgen weer voor reacties op social media, kan ik me voorstellen. Ja, dat zie je ook inderdaad. En daar zit niet altijd het meest weldenkende deel van de natie. Nee, inderdaad. Nee, ik zeg altijd maar, zeker Twitter, dat is echt gewoon een open riool. Sorry. Dus wat voor reacties krijg je dan? Nou, dat soort reacties inderdaad. En dat gaat vaak over je uiterlijk. Dat gaat vaak over, inderdaad, dat je een bitch bent, of dat je een kreng of een heks of wat dan ook. Ja, mijn kinderen vinden dat buitengewoon ingewikkeld. Die zeggen dan altijd, mama, snap er niks van. Je bent zo lief en zo zorgzaam. Hoe kan dat nou? Dat vinden mijn medewerkers bijvoorbeeld ook. Dat vonden mijn vrijwilligers ook. Ja, het gekke is ook een beetje dat die nooit de aandacht krijgen. Ik weet wel dat toentertijd vrijwilligers ook open brieven hadden geschreven aan de pers. Dat het echt anders in elkaar zat. Maar die werden nooit gepubliceerd. Dus ik denk ook dat het, ook dat verkoopt, denk ik weer, dat soort krantenkoppen. Ja. Je bent er cynisch over geworden, over de media, merk ik. Ja. Dus ik ben sowieso blij dan dat je hier vandaag wel bent. Ja. Maar ook bijvoorbeeld over talkshows. Ik begreep dat je niet meer wil aanschuiven bij talkshows. Nou, ik heb in de campagne, wat bij talkshows altijd gebeurt, voor de mensen thuis die dat niet weten, wordt altijd goed voorgesproken van wat komt er, welke gasten zitten er aan tafel en welke vragen worden gesteld. En ik heb dat één keer inderdaad bij Op1 gehad, dat het compleet anders was, en ook bij Jinek, en dat je dan aan tafel ook door de talkshow hosts compleet gewoon in een hoek wordt gedrukt van ruzie maken. En dat er daarna wordt gezegd, ja, het is misschien wel een beetje lullig voor jou, maar dit was wel hele sensationele televisie. En toen dacht ik, jongens, jullie, de media kan mensen maken en breken. Want bij Op1 gebeurde bijvoorbeeld, daar werd je ongevraagd en zonder dat je het wist met je voorganger geconfronteerd. Nee, uiteindelijk wist ik wel dat hij daar zou komen, maar het gesprek zou over een heel andere boeg worden gegooid. Dat werd echt in de hoek van ruzie gedrukt. Terwijl op zich Henk Krol en ik nooit samen ruzie hebben gehad. Ja. Dus dat was heel vervelend. En dat je dan daarna ook hoort dat het echt de bedoeling was om sensationele televisie te maken, dan denk je, ja jongens, ik vind dat toch een beetje minder. Kijk, journalistiek gezien kun je uit een talkshow heel veel halen.
Ik vraag mezelf ook altijd af waarom er nooit wordt doorgevraagd op bepaalde dingen. Dan denk ik, ja, daar heb je dan echt een punt te pakken op inhoud. Maar ik zei het je al, Art, ik ben denk veel te veel van de inhoud en veel te weinig voor de bühne. Mm-hmm. Dat ik geloof niet dat ik dat spel ooit goed ga beheersen. En het wil het eigenlijk ook niet. Ja, maar dat wordt dan wat met de partij goud. Ja, maar je wil daar toch meer dan één zetel gaan halen. Ja, maar ik hoop dat er heel veel mensen zijn die echt gewoon wel naar die inhoud kijken als ze uiteindelijk moeten gaan stemmen. Denken, wie heeft er nou echt daadwerkelijk een hoop voor mij binnengehaald en een hoop voor mij gedaan? Ja. In plaats van wie roeptoetert dat, maar doet het niet. Ja. En als we het niet over dat roeptoeter hebben, maar iets wat je wil gaan doen, voelt het starten van zo'n nieuwe partij, september die nieuwe oude partij opgericht, genaamd Goud Nederland, voelt dat dan als een nieuwe start? Ja, natuurlijk, maar voelt het ook als opstaan na vallen? Nee, dat moment was ervoor. Want ik heb met heel veel mensen wel gesproken over nieuwe partij. Maar ik dacht, als ik dat doe op een moment dat ik niet goed in mijn vel zit en dat het thuis niet goed gaat, dan wordt dit ook niks. Als je zoiets doet, dan moet je er echt gewoon 100% voor gaan. Dat moment was wel echt daarvoor. Op een moment dat ik vorig jaar, dit jaar januari, dat we hadden gezegd met elkaar, we gaan niet meer alleen ook maar dingen doen omdat we ook willen scoren in de pers, maar we gaan echt alleen maar inhoud doen. We laten dat gewoon los, dan maar niet zichtbaar. Maar wij zitten in de Tweede Kamer omdat we iets willen bereiken. Ja, en dat voelde zo bevrijdend. Bevrijdend voor mij, maar ook voor mijn team. Ja. Wij werden daar zo blij en gelukkig van. En je zag ook op een gegeven moment dat ergens uit een onderzoekje kwam dat we de meest effectieve oppositiepartij waren. Nou, in mijn eentje met mijn team waren we heel trots op. Ja. Denk, nou, dan daar zit ik voor in de Tweede Kamer. Daar word ik gelukkig van. Niet altijd. Daar hadden we het gisteren over met Thijs Lansbach. Voor sommige mensen komt er geen licht aan het einde van de tunnel. Yeah. Deze week is vallen en opstaan. Dus vaak komt er wel licht aan het einde van de tunnel in de gesprekken die we hier voeren. Dan hoop je niet dat het een tegenligger is, maar ook echt een oplossing. Welke eigenschappen hebben er bij jou nu al voor gezorgd dat je hier zo kunt staan? Vol met nieuwe plannen, ideeën voor de toekomst, na alles wat je thuis en ook politiek gezien hebt meegemaakt. Welke eigenschappen? Nou ja, ik geef niet zo snel op. Ik ben wel een doorzetter en ik probeer altijd de verbinding te zien. En ik denk dat ik wel heel erg een optimist ben. Dus voor mij is het glas altijd helemaal vol. Het zij dan de helft met een drankje en de andere helft met lucht. Maar het is altijd vol. Mm-hmm. En je moet altijd proberen om... Mijn vader heel jong verloor. Ik was 18. Hij had een hartstilstand. En hij heeft altijd geleerd aan ons. Je moet elke dag iets benoemen waar je gelukkig van wordt. Wat mooi is. En dat toen dat gebeurde met 50PLUS en ook met mijn dochter, toen dacht ik, oh ja, dat moet ik echt bewust gaan doen. En dan, doe je dat? Nou, dan merk je eigenlijk ook dat in de meest moeilijke situaties er toch altijd ergens wel iets gebeurt op een dag waarvan je denkt, oh ja, dat is toch fijn dat ik dat nog heb of dat ik dat nog kan. Schrijf je dat op of is dat wanneer je 's avonds naar bed gaat of je het anders staat te poetsen dat je dat bedenkt? Of ja, ik doe dat elke avond voordat ik ga slapen. Denk, oh ja, wat was er nou vandaag waarvan ik echt even gelukkig werd, waarvan ik blij werd? En dat probeer je dan vast te houden. Dat valt niet altijd mee. Maar ook in die moeilijke periodes, zelfs met mijn dochter, is dat er altijd wel geweest. Er was altijd iets waarvan ik dacht, oh, wat mooi eigenlijk, of wat fijn, of wat goed, of wat rijk dat ik dit nog mag doen of mag hebben. Wat was het gisteren bijvoorbeeld? Gisteren toen lag ik dus plat, omdat ik door mijn rug was gegaan. Ik had ongelooflijke hoeveelheid pijn. En toen kreeg ik dus meteen een hele grote bos bloemen van mijn team. Nou, daar word ik heel gelukkig van. En kwam er iemand uit mijn omgeving gewoon even langs en zei, ik ga even lekker voor jou zorgen, ik ga thee maken en een broodje en gezellig. Ja, ik heb niemand iets gevraagd. En daar word ik dan gelukkig van. En normaal, en ook voor de pijnstillers, denk ik, toch? Word je ook wel gelukkig? Ja, want die bracht ook pijnstillers mee. Zo ben ik ook wel heel gelukkig van je op dat moment, zeker. Ja.